Dubbel boordpatroon. Dus twee reliëfstokjes voor, twee reliëfstokjes achter. Dus het zijn vier steken per sectie. Een sectie is dus vier steken. Als je dat wel eens ziet staan in patronen sectie, dan betekent dat je een bepaald deel moet hebben en dat ga je herhalen. Enfin. Altijd één in het begin en één stokje aan het einde. En dan gaan we tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus 1 en 2 stokjes extra. Ik heb weer de basistechniek aangehouden van basisketting haken van stokjes. Staat ook in de lijst als je dit filmpje hebt gepakt van de basistechniekenlijst, dan zal die daar ook bij staan. Goed, gaan we beginnen. Dus één losse haken en werk draaien. In de eerste steek doen we een stokje om het mooi recht te krijgen. Dan gaan we. Relief stokje voor. Draad om de naald. Hier is je stokje. Normaal zou je hem hier inhaken. Hè, voor het stokje te creëren. Dat gaan we nu dus niet doen. We gaan nu draad om de naald. We gaan rechts van het stokje naar achter. En weer terug naar voren. Draad omslaan. En doorhalen. En nu maak je je stokje af. Dat doen we nog een keer. Draad omslaan. Hier hebben we het stokje, ga je van voor naar achter en van achter weer naar voor. Draad om de naald en doorhalen en je stokje afmaken. Nu heb je dus één gewoon stokje plus twee reliëfstokjes voor. Nu gaan we de reliëfstokjes achter maken, weer twee stuks. En dan hebben we de eerste sectie gedaan van het patroon, het herhaalpatroon. Hier hebben we het volgende stokje. Draad om je naald heen. Van achter naar voor en van voren naar achter. Draad om de naald heen en doorhalen. En je stokje afmaken. Dat doen we nog een keer. Draad om de naald. Van achter naar voor en van voor naar achter. Draad om de naald en ophalen. Stokje maken. Nu hebben we. Eén basisstokje gewoon, twee reliëfstokjes voor en twee reliëfstokjes achter. Dit ga je dus herhalen, behalve de basisstokje natuurlijk. Alleen de stokjes voor en achter. Dus, draad om de naald, van voor naar achter en van achter weer naar voor langs. Draad om de naald heen, ophalen en je stokje maken. Dat nog een keer, draad om de naald, van voor naar achter en van achter weer naar voren. Draad om het naald. Doorhalen en het stokje maken. Nu hebben we er twee voor en nu gaan we er weer twee achter maken. Dus draad om je naald, hier heb je het stokje. Van achter naar voor en van voren weer naar achter. Draad ophalen en doorhalen. En het stokje maken. Dan hebben we nog een keer. Draad om de naald, van achter naar voor, van voor naar achter. Draad pakken, doorhalen. En het stokje maken. Nu hebben ze twee secties van vier stuks. Twee voor, twee achter, twee voor en twee achter. Nou, dit herhaal je tot je bij de laatste steek bent. Dus, weer één voor. En nummer twee voor. En twee achter. Dus... eentje van achter naar voren, ophalen en een stokje maken. En hier idem. En dan zijn we bij de laatste aangekomen en daar maken wij een stokje in. Een gewoon normaal stokje. Zorg ervoor dat je twee lussen pakt. Daar, één en twee. Zo. Dus het boordpatroon dubbele steek. Dan gaan we de andere kant op, dus de andere toer. Eén losse haken, werk draaien. Gaan we eerst weer een stokje maken in deze lus hier. Hè? Dus een gewoon normaal stokje, dus door twee lussen heen. En nu. Hier zijn een reststokje voor en hier zijn er twee achter. Hier zijn er twee voor en hier zijn er twee achter.
Alles wat je naar voren ziet staan, maak je reliëfstokje voor. Alles wat je achter ziet, maak je reliëfstokje achter. Dus, draad omslaan, van voor naar achter, van achter naar voren, ophalen en het stokje maken. Dat doe je nog een keer. Reliëfstokje voor dus. Nu zijn die twee achter, dus herken je dat je hier een balkje gaat krijgen. Dus, hier twee reliëfstokjes achter. 1. En dat is nummer 2. En hier hebben we weer twee reliëfstokjes voor. Dus daar ook weer twee reliëfstokjes voor maken. Per steek wel eentje, niet dubbel doen. Hier hebben we twee reliëfstokjes achter. Daar maken wij weer reliëfstokjes achter. Blijf opletten dat je je haaknaald, je naaldfunctiepunt naar beneden houdt. Hè? Als je dat niet doet, blijf je hangen in je werk. En niet zo vervelend is als je 3-4 keer opnieuw moet steken en je overal lus doorheen trekt. Dat is niet de bedoeling. Nou, nu nog twee reliëfstokjes achter maken. En de laatste steek is een gewone steek. Ik zet hem toch weer in de keerlosse. Omdat ik dan een mooie rechte lijn ga creëren. Nou, als het werk draaien ziet het er dus zo uit. Mocht jij dit werk rond willen maken om een mouw te maken uiteindelijk. Of je wil een infinity shawl maken. Dan loopt het patroon mooi door als je de eerste twee stokken samen gaat haken. Dan zul je zien dat... Kijk, ik zal het even laten zien. Ik heb natuurlijk een klein voorbeeldje, dus het wordt even een beetje pielen. Kijk, dan heb je twee voor, twee achter. Twee voor. En dat is de hele bedoeling van het extra stokje in het begin en het oneven aantal tellen. Dit verdwijnt natuurlijk als je hem dichtnaait, hè? Dat begrijpen jullie wel, denk ik. Hoop ik. Weet ik wel zeker. Kijk, zo gaat hij dan. Dan loopt het patroon mooi door. En dan zul je er niks meer van zien. Dit is dus een even dubbel aantal reliëfstokjes. Boordpatroon. 2 voor, 2 achter.